Mikey en Daniel zijn een bijzonder stel. Mikey en Daniel. Hallo allemaal! Dag iedereen! Hoi! En jongens, we zijn helemaal weer bij een nieuwe aflevering van Kok in de Bakken met Mikey en Daniel! En? Gebakje! Ja. En dan ben ik. Zo!
in de bakken met mij in. Daniel! En... René! Jongens, wat gaan we volgende week maken? Schrompjes. Ja, schrompjes. Uit de... Oven. Nou, en wat nog meer gaan we echt ervan maken? Schrompjes die vullen, ja. Net zoals die wel. Schrompjes, de hand met de monden en de oké. Maakt niet uit wat je erin doet, dan maar lekker niks. Nee. En dan ligt naar een telefoon. Reageren, abonneren. Ja, nee, ik ben heel goed, vrouw. Reageren, abonneren. Ja, la 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 la. Tot de volgende week met Koen en dan maken we met Mike en Daniel. En René. Dit is lang geleden hoor, toch? Dit is zeker dan lang geleden. Ja, ja, onze opening zien we doen. Oh ja, doen we. Hallo! Goedendag iedereen! Amai! En we zijn welkom bij een nieuwe aflevering van Kok in de Bakker met Mikey en... Daniel! En... René! We gaan niet M&M's. En hoe komen we aan deze mooie? Klopt René? Die heb ik gekregen op mijn verjaardag. En wanneer was je jaar van mij? Ik was eigenlijk moeten, ja, maar ik heb het zondag gevierd. Dat is even voor de mensen op YouTube. Hip hip! Wow! Wow! Yay! En dan hadden we een oorlog afleggen. Olie. Een klein beetje olie. Ex. Wat bleek? Oh, één gigante. Maatbeker. Dus waar ik kom? Kommetje voor rijden. En een garde. De garde van Daniel. Niet de garde van Gert, maar de garde van Daniel. Nou, we gaan zeggen wie doet dat. Nou, zal ik de mail erin? Ja, zo. Doe jullie de INO. Oké, wat staat als eerst op papier? Nou, ik ga even lezen. Verwarmen de oven op een voor of 175 graden, dames en heren. Dat doe zometeen uit dit oogje. Warm worden. Met de inhoud van de pot met 3 eieren en 150 ml zonnebloemolie. Dan heb je zonnebloemolie, nou, we hebben een olie. Is wel wat gezonder dan zonnebloemolie, precies. Vet een bakblik in. En vul deze met beslag. En bak ongeveer 20 minuten klaar. Dat was mijn telefoon, denk ik. Dus. Daarom gaan we nu gaan we erin gooien. Allemaal? Alles in één keer? Ja. Dan zijn we de spekjes en de dingen eruit halen. Die kunnen we eerst uithalen, ik wil altijd aan de lappen bij doen. Ja. Oh, als je het wil. Ik ga naar boven op officier, maar dat is wel leuk. Ja. Ja. De spek gaan we al mee. Met Mike, Daniel en... René! Ik vind dat je zoiets gaat doen. Nou, gooi. Gooi het maar in. Yay! Zie, dat werkt hè? Nou, jongens! Hey. Hey. Tip voor mij! Nou, toch een maakje daar! Ik pook moet even omspoelen en dan kan je weer. Ik ga het nog zo, want dat is. Die ding, denk ik gewoon op. Tik op de kop. Wat denk jij, man? Olie! Een kakblik! 1,5
En dan ook bij de olie. Komt ie. Ja. Eitje. Ja. Ik ga de kruiden wel weg. Zo. Kan ik mee? Nou mensen. Gaan we roeren, snap je? Maar onze brownie gaat nu in de oven op 20, 25 minuten. Daar gaat ie. De brownie is klaar. Hij gaat er zo uit. Ja. Dus nog even wachten tot de pin. En die is hij klaar. En dan gaan we zo meteen aan de brownies. Van onze René. En dames en heren, we hebben een nieuwtje. Vanaf volgende week maandag. Gaan we beginnen met koken en bakken, maar dan in een gezonde toer. Ja, en we gaan volgende week gaan wij een rest maken met kipfilet, tomaten, sla en kruidenboter. Die is klaar. Ja. We gaan hem even een laatste sfeer nemen, als je dat wil. Weet je wel, hè? Ja. Tada! Onze brownie. Die gaat afkoelen. En dan gaan we zo meteen een stukje gaan proeven. Ja. Maar in ieder geval, dus volgende week gaan we beginnen. Ja. Koken en bakken. Ja. Dus in ieder geval, tot de volgende keer bij Koken en Bakken met Mikey en Daniel! En Lee! Nou, doei! Daa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